Van harte goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Dit is het programma waarbij we u informatie brengen, inzichten en natuurlijk de updates van de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft. Suriname is deel van deze wereld en Suriname heeft ook alles te maken met deze COVID-19 pandemie. Als we even terugblikken, dan zien we dat er 10 besmette personen zijn geweest in Suriname. Daarvan zijn 7 genezen verklaard. Jammer genoeg is 1 overleden en er zitten nu nog 280 mensen ongeveer in quarantaine. We moeten wel meegeven dat het aantal mensen nog in het buitenland is. Die moeten nog gerepatrieerd worden. Dus het aantal quarantainepersonen zal wel toenemen, denk ik. Hoewel na 14 dagen, als mensen niet positief bevonden zijn, dan gaan ze lekker ook naar huis. In het programma praten we elke keer met iemand die vanuit zijn of haar positie deze hele pandemie bekijkt. En vandaag hebben we als gast de CEO van Staatsolie, de heer Rudolf Elias. Meneer Elias, van harte welkom in ons update-programma. Hi Marciano. U bent algemeen directeur van Staatsolie. Dat laten we even los. We zitten nu al ongeveer 1,5 maand in Suriname met maatregelen. We zijn geconfronteerd met het virus. Als persoon Rudolf Elias, hoe heeft u de periode van zeg maar begin maart tot nu toe ervaren? Nou, we hebben, ik moet je heel erg zeggen, persoonlijk is dat best zwaar geweest voor ons. Ik ben niet zo lang geleden, vlak voordat de eerste uitbraak kwam in Suriname, hebben we ook gereisd. En je voelt ook in de wereld dan hoe ongelooflijk veel impact dit heeft gehad. Het heeft op ons natuurlijk ook heel veel persoonlijke impact gehad. De kinderen gaan niet meer naar school, je werkt heel veel van huis uit. We hebben vanaf onze eerste COVID-geval, eigenlijk zelf 3 dagen daarvoor, hebben we besloten dat we bijvoorbeeld met de directie niet meer met z'n allen bij elkaar in 1 kantoor vergaderen. Of dat we niet meer in 1 kantoor samen zijn, maar dat we in verschillende zalen zijn. En dat we proberen om zoveel mogelijk meetings te doen via de computer en afstand te houden. Dus het heeft natuurlijk werk. Gerelateerd, maar natuurlijk ook persoonlijk gerelateerd. Je doet veel meer van huis uit. Je bent veel meer thuis. De restaurants zijn gesloten, dus je kan ook bijna niet meer op sociaal gebied ook je werk zelf doen. Het heeft ontzettend veel impact. Ja. De kinderen blijven gewoon, ja, de hele dag blijven ze thuis. Gelukkig hebben we een tuin waarin ze kunnen spelen. Soms denk ik, hoe doen die mensen dat in Europa? You know, als ze die mogen helemaal niet naar buiten. Die helemaal niet naar buiten mogen. Ja. En dat je dan week in week uit, soms zelf al 6 tot 7 weken gewoon thuis opgesloten zit. Het heeft een persoonlijke impact, het heeft werkimpact. Ja. Mm-hmm. En u zegt, u was in het buitenland kort voor de uitbraak hier, ja, zeg maar. Hoe was de sfeer? Ik weet niet waar u was, maar hoe was de sfeer in het buitenland? Ja, we waren in New York en in Amsterdam. We hadden besprekingen met de banken. Er zouden mensen vanuit Europa overvliegen naar New York, maar die hebben op het laatste moment besloten om dat niet meer te doen. Die hadden toen een non-travel policy als bedrijf zijn, dat was Credit Suisse en de ING. Wij hebben ook voordat we de uitbraak in Suriname was, de eerste was trouwens de Staatsolie die, ja, dat had, die van vakantie terugkwam. Hebben wij ook een non-travel policy hebben we toen in het leven geroepen. En het was dus echt net voor dat gebeurde in Europa. Maar als u nu kijkt naar wat er in New York gebeurt, zal u wel dolblij zijn dat u op tijd terug was? Ja, dus, maar je voelde het toen daar ook. Ja. Hè? Dus we zaten toen op de airport en dan kijk je echt om je heen en je denkt, Jezus, you know, iedereen kan je hier besmetten. En je probeert echt voorzichtig te zijn met wat je aanraakt en wat je niet aanraakt. En je had al een gevoel. En dat was voordat er 1 persoon besmet was in New York. Mm-hmm. In Nederland, geloof ik, waren er 5 of 10 mensen besmet. Maar dat was in Brabant. En wij waren in Amsterdam. Dus in Nederland voelde je het wat minder. Maar in Amerika voelde je het echt al in New York. Ja. En niet lang daarna had je die grote uitbraak. En kijk nu naar New York. Ja. Ik denk dat wij in Suriname ongelooflijk op tijd en precies op het juiste moment hebben gehandeld. We hebben de eerste mensen binnen gehad en gelijk iedereen in quarantaine gezet. Van Staatsolie zelf 10 mensen in quarantaine. En daarvan zijn er nu, het gros is daar nu al van vrij.
We hebben nog één persoon van Staatsolie zelf die, die positief is. We hopen dat die heel snel ook negatief verklaard zal worden. En dat iedereen weer terug is bij Staatsolie. Maar het is gewoon ja, heel snel gegaan. Maar we hebben het heel, heel goed gedaan, denk ik, als land. Ja. Om direct onze grenzen te sluiten. En dat zie je ook, er zijn geen gevallen meer bijgekomen. Nu is het gevaar dus van de andere landen om ons heen. Hè? Ja, klopt. Brazilië, de grenzen. Maar vooral Frans-Guyana en ook een beetje Guyana. Ja, klopt. We komen zo meteen terug op de mensen die bij Staatsolie werken en die besmet waren. Maar er moesten maatregelen getroffen worden. U heeft zo net qua directie al een beetje aangegeven wat jullie gedaan hebben. Maar Staatsolie is zo'n groot bedrijf. Hebben jullie in het algemeen instructies gegeven over hoe mensen zichzelf moeten beschermen en anderen moeten beschermen? Dus moet ik heel eerlijk zeggen, dat hebben we al gedaan voordat wij ons eerste geval van COVID hadden. En voordat er natuurlijk het eerste geval van COVID in Suriname was. Wat hebben we die week daarvoor, hadden we al een heleboel regels. En die regels hebben we natuurlijk uitgebreid na de lockdown. Vooral het thuiswerken is heel belangrijk. We hebben natuurlijk de social distance. Ik zie dat we dat hier ook perfect doen. Ik vind dat geweldig dat we dat doen. Dat hebben we op het werk natuurlijk ook. We proberen om zo min mogelijk met elkaar te vergaderen en dat allemaal via de computer te doen. Ook alle procedures hebben we zo snel mogelijk aangepast, zodat we heel veel doen per computer. Dat heeft natuurlijk, brengt ook natuurlijk weer heel veel gevaren met zich mee. Want cybercrime is natuurlijk op de loer. Maar we proberen dat steeds voor te zijn. We doen dus heel veel met computers, we doen heel veel met thuiswerken. Ik denk dat als je naar ons kantoorpersoneel kijkt, dan zal ongeveer 60% tot 65% die werkt nu van huis en niet meer vanuit kantoor. Ik zelf werk ook van de 5 dagen of van de 6 dagen dat we werken. Ben ik zelf ook 3 dagen, probeer ik van huis uit te werken. En zoveel mogelijk van huis uit te doen. En ook om het goede voorbeeld te geven. Wat we verder ook gedaan hebben is natuurlijk hand sanitizers overal. We hebben het ook uitgedeeld bijvoorbeeld op Tout Liveau in de omgeving. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van de hygiëne, handen veel schoonmaken. Heeft u het idee dat de mensen zich wel bewust zijn? Ik denk dat de mensen bij Staatsolie wel heel bewust zijn. Maar we hebben ook heel goed programma's gemaakt. En natuurlijk omdat we zelf het eerste geval van COVID bij Staatsolie was. En daardoor zijn er gelijk 19 mensen van ons in quarantaine gegaan. De persoon die kwam van vakantie terug. Die wist niet dat ze niet naar kantoor mocht komen als je je grieperig voelde. We hebben haar wel direct teruggestuurd naar huis na een paar uur. Maar ze was toch met 19 personen in contact gekomen. En je ziet toch dat van die 19 personen 3 tot 4 ook positief zijn bevonden. Je ziet toch hoe verschrikkelijk besmettelijk dat dit virus is. Het is onvoorstelbaar dat je in een meetingroom bent, je zit ergens in de meetingroom met zo'n persoon en je merkt niet eens dat zo iemand ziek is en je bent gewoon besmet. Dus we moeten ons realiseren dat het een onvoorstelbaar besmettelijke ziekte is. Dat hebben we aan de lijve ondervonden. En mensen van Staatsolie, dat was bekend. Heeft dat impact gehad op zeg maar de werkomstandigheid, het omgaan met elkaar in het bedrijf? Ja, natuurlijk heeft het impact gehad. Het is direct natuurlijk, want in het begin was het allemaal theoretisch. Maar op het moment dat je het eerste geval hebt, is het direct een praktisch voorbeeld van, hey, kijk hoe dat kan gebeuren. Mensen zijn daardoor zich door heel erg bewust geworden. We hebben ook echt hele strenge regels waar mensen zich ook aan houden. 'S Morgens als de mensen, want wij kunnen natuurlijk niet als bedrijf zijnde alleen maar thuis werken. We hebben het gros van onze werknemers en daar heb ik ontzettend veel respect voor. Die moeten gewoon naar het werk komen, want de oliebronnen zijn op het veld. Mensen moeten gewoon samenwerken met elkaar. We zorgen er wel voor dat 's morgens als ze worden opgehaald, dat de buschauffeur, die mag maar de helft van de mensen in de bus laten, als dat normaal is. En iedereen wordt ook geïnterviewd voordat ze naar binnen komen. Hand gesaniteerd. Als je je niet goed voelt, ga weer terug naar huis. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om dat soort regels in werking te stellen. We eten ook niet meer in de kantine samen. Je mag wel eten gaan halen in de kantine, maar je moet het op je werkplek zelf opeten, op een social distance. We letten daar gewoon heel goed op
dat we dat gewoon in acht nemen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we de energievoorziening van Suriname, en bijvoorbeeld de mensen van Afobakka, die hebben zelf besloten om compleet in quarantaine te gaan op Afobakka. Alle werkploegen zijn daar, die zijn allemaal negatief, ze zijn allemaal op Afobakka en ze komen niet terug naar de stad. Ze hebben zichzelf een 6 weken quarantaine opgesteld met koks, met schoonmakers, wow, en iedereen die daar woont. Het is 40% van onze energievoorziening. Ja. Als daar een COVID-uitbraak is, of op onze SPCS-plant, of bijvoorbeeld op de raffinaderij, dan hebben we dadelijk geen diesel meer en gasoline. En we moeten er dus voor zorgen dat we heel voorzichtig omgaan met deze regels. En ik heb ontzettend veel respect voor de mensen van ons die iedere ochtend toch naar het werk toe gaan en niet de keuze hebben om vanuit huis te werken. Mm-hmm. En dan zegt nu wel eens à la Ogri et Chan Boong. Nu is dit is natuurlijk een verschrikkelijk virus, maar en jullie zijn daar direct mee geconfronteerd omdat er mensen van jullie geïnfecteerd waren. Heeft u het idee dat de rest van de staatsoliegemeenschap een beetje nader tot elkaar gekomen is, heel ondersteunend geweest is naar de mensen die geïnfecteerd waren? Ja, maar dat heb je natuurlijk. Dat is staatsolie eigen. Staatsoliërs zijn gewoon een familie. Ja, we zijn echte familie van elkaar en we zullen elkaar ten alle tijden ondersteunen. Zeker als er iets van buiten komt. Natuurlijk hebben we, net als ieder gezin, hebben we binnen staatsolie natuurlijk soms onze quarrels. Maar als er iemand van buiten probeert, zoals zo'n virus, dan zijn we natuurlijk wel eensgezind. En dat is natuurlijk erg mooi, dat zag je weer. We zijn ergens eengezind om te zeggen, luister, we zijn belangrijk voor Suriname. We weten dat er gevaar is, maar we blijven ons werk doen op een goede manier. Mm-hmm. Daarom nogmaals heel veel respect voor deze mensen. En meneer Elias, in deze COVID-periode, wat is de grootste uitdaging voor staatsolie? Ja, dus we hebben natuurlijk, een van de uitdagingen is om de mensen gemotiveerd te houden om naar het werk te blijven komen. En nogmaals, dat lukt heel erg goed. We zijn natuurlijk een hele leuke staatsoliefamilie. En we kunnen de mensen blijven motiveren om naar het werk toe te komen. Niet iedereen kan van huis werken. Kantoorpersoneel wel. Die laten we zoveel mogelijk van huis uit doen. De mensen die echt op het veld werken, in de raffinaderij, maar ook op Afobakka, wat ik net heb uitgelegd. Die zijn natuurlijk, die kunnen niet van huis uit werken. Dat is natuurlijk de ene uitdaging. Dat is het interne deel. Ik denk dat als ik nu kijk naar de mensen, dan zijn die mensen best gemotiveerd en we doen meer dan ons best om ervoor te zorgen dat we met minder mensen, minder groepen, minder dicht bij elkaar ons werk blijven doen. Dat is aan de ene zijde. Aan de andere zijde is natuurlijk de wereldeconomie. De wereldeconomie heeft een ontzettende klap gehad. Dat heb je ook gezien. De olieprijs is gekelderd naar het allerlaagste niveau ooit. Dan moet ik daarbij zeggen, dat is de crudeolie, dus dat is datgene wat we op Saramacca produceren. Mm-hmm. De raffinaderij die heeft nog wel zijn normale marges, Goto heeft zijn normale marges. En we zitten natuurlijk groot in goud, met onze 25% in Newmont en vanaf eergisteren ook onze 30% in Saramacca. En goud, de goudprijzen zijn natuurlijk ontzettend hoog aan de andere kant, dus de goudprijzen hoog, olieprijzen laag. Dat vangt elkaar een klein beetje op. Ja. Niet helemaal natuurlijk, maar staatsolie is nu door zijn diversiteit in principe sterker dan ooit. We hopen natuurlijk wel dat de olieprijs snel weer gaat aantrekken en dat het normale proporties gaat aannemen, ergens tussen de $40 en $60. Als je nu aan me vraagt wanneer zal dat zijn, dan zeg ik als staatsolie zelf hebben we verschillende scenario's. Het meest optimistische scenario is dat COVID inderdaad in juni, juli, in ieder geval uit de westerse wereld is. Dus uit Europa, uit Amerika. Het is al voor een groot gedeelte weg uit het Verre Oosten. En dan ga je natuurlijk krijgen dat de vraag naar olie en olieproducten weer langzaam gaat toenemen. Nooit meer naar het niveau wat het was, mm-hmm, voor de COVID, maar je gaat toch zien dat het langzaam gaat toenemen. En daardoor verwachten we dat de prijs vanaf juli langzaam weer gaat klimmen naar december, naar tussen de $40 en $60. Mm-hmm. Dat is het meest optimistische scenario. Ja. Je hebt natuurlijk het tweede scenario en dat is dat COVID terugkomt. Dat iedereen ziet nu dat Europa langzaam begint af te uh, uh, zijn, zijn,
zijn quarantaine begint af te bouwen en dat er steeds meer economische activiteit komt. Maar dat betekent ook dat de mensen steeds dichter bij elkaar komen. En dat betekent ook dat je een tweede uitbraak kan hebben. Het meest, wij noemen dat het realistische scenario, is dat het terugkomt in september en dan krijg je een tweede dip. Die dip gaat niet zo groot zijn als de eerste dip, omdat we nu al wat mensen hebben die immuun zijn tegen de ziekte. Maar je hebt nu ook al, je weet precies wat je moet doen om ervoor te zorgen dat dat oké is. En dat betekent dat pas in december de prijzen weer langzaam gaan stijgen en dat ergens midden 2021 oké is en dat je weer een normale economische opleving hebt met de olieprijs tussen de 40 en de 60 dollar. Maar die drop van die olieprijs, die grote drop van de olieprijs, wat voor impact heeft het gehad op wat voor impact heeft het op staatsolie? Ja, dus natuurlijk heeft het impact op staatsolie, omdat je moet al je mooie projecten die je hebt, je capital projecten. Je hebt een heleboel verbeteringsprojecten die draaien, waarvan je moet zeggen, we zetten ze nu even stil, omdat we niet voldoende cash inkomsten hebben. Onze normale operationele activiteiten, die kunnen we ten alle tijde op de been houden, omdat we ook goud hebben en we hebben verkoop bij GoTo en we hebben onze raffinaderij, waar we veel van exporteren. Dus dat is niet het probleem. Maar je mooie projecten moet je natuurlijk wel stilleggen. En het is natuurlijk het grootste probleem, is het voor de overheid. Want de aandeelhouder die rekent in zijn budget met een bepaalde olieprijs. De overheid heeft rekening gehouden met de olieprijs tussen de 50 en 55 dollar voor zijn staatsinkomsten. En nu die olieprijs ergens tussen de 15 en de 20 dollar ligt, is dat natuurlijk vele malen minder. Oftewel, als je dat kijkt over het jaar 2020, dan moet je denken aan in plaats van 180 miljoen dat staatsolie, US dollar dat staatsolie aan de overheid zou geven, is dat misschien wel minder dan 100 miljoen. Oké. En hebben jullie veel projecten moeten stilleggen in verband met die... We hebben in principe al onze capital projecten die we hebben, dus al onze verbeterprojecten, dat noemen ze de capital projecten, om ervoor te zorgen dat je efficiënter wordt, om ervoor te zorgen dat je meer tanken hebt, om ervoor te zorgen dat je een mooier bedrijf hebt, wat ook weer meer geld in het laadje brengt natuurlijk. Die hebben we allemaal stilgelegd. En we kijken nu naar de ontwikkelingen op de markt. Als het nu het meest negatieve verhaal naar voren komt, dan betekent dat automatisch dat we die projecten gewoon voor langere tijd gaan stilleggen. Tot zeker het eind van het jaar, begin volgend jaar. Oké. Dan nog heel kort. Ik weet dat u heel sportief bent en vaak loopt en rent. In verband met deze hele COVID-crisis, het werken van huis uit. Heeft u nog de gelegenheid om dat te doen? Ja. Ik zorg er gewoon voor dat ik de gelegenheid heb om dat te doen. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je fysiek gezond bent, dat je je ook veel beter kan inspannen en veel beter kan concentreren op het werk. Ik probeer dus iedere dag minstens een uur of te fietsen of te zwemmen of te rennen. Of naar de gym. Oké, naar de gym kan nu niet meer. Fietsen kan wel, rennen kan wel en zwemmen ook. Ja, dus dat doe ik nog wel. En dat voorbeeld kan iedereen opvolgen. En tenslotte, als staatsoliedirecteur, in het kort, hoe ziet u de nabije toekomst tegemoet? Nou, ik hoop dat we COVID buiten Suriname kunnen houden, Marciano. Ik denk dat het een van de allerbelangrijkste dingen is. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. Ik denk dat we gewoon heel scherp moeten blijven daarop. Ik kan je niet uitleggen, ik ben zelf met de Italiaanse vrouw getrouwd. En ik weet hoe de familie daar ernaar kijkt. Er gaan honderden mensen gaan daar overlijden, daar, gewoon per dag. Op een gegeven moment was het zelf 1000 mensen. Die overlijden per dag. Dat is een impact die je niet wil voorstellen dat zoiets in Suriname gebeurt. Maar we moeten er rekening mee houden dat ook bij ons kan gebeuren. Dus de scherpe maatregelen die we getroffen hebben, zou ik zeggen, geweldig. Laten we dat gewoon volhouden. En laten we met z'n allen alert blijven om ervoor te zorgen dat dit niet met Suriname gaat gebeuren. Ja, dat hopen we allemaal. Meneer Elias Vaarten, bedankt voor uw bijdrage in dit programma. We hopen dat staatsolie als een van de grote pijlers van de Surinaamse economie niet te veel te lijden krijgt van het COVID-19 virus. Er staan mooie projecten, we kennen de oliefondsten en zo. Dus we wensen jullie allemaal heel veel succes toe. Dank u wel. Dank u wel. Rudolf Elias, CEO van staatsolie. We hadden hem vandaag te gast in het programma ATV COVID-19 Update.
En ik sluit nooit af zonder de maatregelen te herhalen. De belangrijke maatregelen. We praten over de hygiëne, we praten over het handenwassen. We praten over social distancing. Probeer zoveel mogelijk die tussenafstand te bewaren. Hoe moeilijk het ook is. En als het echt zo moeilijk is om dat te doen, dan also blijf thuis. Bedankt voor uw aandacht en graag tot morgen.